Mijn naam is Marcel Cox. Ik ben werkzaam bij Waterschap Aan Maas. Ja, we hebben te doen met zowel de graverij van dassen als bevers in onze keringen. Mij is gevraagd om deze presentatie op de bever in te gaan. Ik denk ook wel voor ons de meest spannende, want bij dassen over het algemeen hebben we het wel een beeld omdat je die makkelijk kunt zien. En zoals al in eerdere presentaties naar voren is gekomen, bij bevers is het toch lastiger om waar te nemen wanneer een bever in je kering aanwezig is. De titel, voorkomen is beter dan genezen. Ik denk dat dat eigenlijk wel een mooi uitgangspunt is, maar wel ook een heel moeilijk om die waar te maken. Er zijn al een paar foto's hier aan de openingsslide toegevoegd. Dit is inderdaad in de kering bij ons, waarbij een van onze medewerkers met de jeep weggezakt is in een beverhol. Ja, je ziet hij staat tot aan zijn middel staat hij in het hol. Die jeep was ook tot los, want heel de as was krom. Maar de verspreiding van de bever in ons beheergebied, even ter introductie, de toename gaat ontzettend snel. En de pinaises eigenlijk geven aan waar we inmiddels ingegrepen hebben. Waarbij de gele pinaises, er zijn oeverholen die we dichtgezet hebben. En de groene pinaises is waar we bij dammen ingrijpen. Die verspreiding zijn niet alleen de holen, het zijn ook de knaagsporen. Maar het geeft wel aan dat het de goede kant op gaat. En we merken vooral nu heel erg, nu de Maasuiterwaarden bij ons bezet zijn, dat die heel sterk het binnengebied in begint te trekken. Dus nu beginnen onze beken en sloten die beginnen interessant te worden. Dus we hebben er een waterbeheerder bij in ons gebied. We hebben eigenlijk in 2015, ik zoom even door naar een beetje verder in op de kaart, hebben wij een kaart laten maken door onze GIS-afdeling om eens een beeld te krijgen van waar hebben wij nu permanent water aan onze primaire en overige keringen staan. Want dat zijn in principe de eerste plekken waar je ook de graverij kunt verwachten. En natuurlijk bij hoogwater is de Maasdijk ook een probleem, maar onder normale omstandigheden zal een bever daar niet in graven. En dan wordt het de plekken waar ze iedere dag een gevaar kunnen vormen, worden in ieder geval al iets kleiner. En dat zijn vooral dus de blauwe stroken die je dan ziet. Dat zijn eigenlijk de plekken waar wij permanent water aan onze kering, of in ieder geval ook tegen de beschermingszone aan zitten. Dus we hebben het iets ruimer genomen dan alleen direct aan de kering. Maar hieronder is een regionale kering van het Drongenus Kanaal. Ja, die is eigenlijk over de volledige lengte, is dat wel een aandachtspuntje. De sterretjes en de beverkopjes, daar zijn ook de actieve plekken waar de bever al actief is in ons gebied. Nou, ik zoom even in op een casus waar we onlangs mee te maken hebben gekregen. Dat is de Asses A, die ligt helemaal in het zuiden van ons gebied, tegen de Limburgse grens aan. En de Asses A, dat is een overige kering, is 880 meter lang. En daar vonden we 9 holen. En hoe kwamen we er nou achter? Want dat is denk ik het belangrijkste van, je hebt ze vaak niet in de gaten, maar wat als je bijvoorbeeld hier bij een wegberm zit, want dit is de berm van een weg, 2 meter uit het asfalt. En toevallig was de berm verzakt, maar hij zou maar eens iets verder graven onder het asfalt. En er rijdt een zware machine overheen. Ja, dan heb je wel een probleem. En vooral, we wisten inmiddels dat hol er zat. Alleen dan zie je toch voordat dan ingegrepen wordt, ben je 2 maanden verder. En stel dat er dan ongeluk gebeurt en je moet het waterschap uit gaan leggen van ja, we wisten al 2 maanden, maar we wisten eigenlijk niet zo goed wat we met die bever moesten. Ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. Maar als je dan verder gaat kijken, langs die 880 meter kade, dan zie je dus wel allerlei indicaties. Ook in de sneeuw is het heel goed waarneembaar. Je ziet allerlei wissels, waarvan die van het ene water naar het andere gaat. Maar wat mij vooral opviel, en dan hebben we hier het geluk, het is ook een veenachtig gebied, want het is tegen de Grote Peel of de Deurnes Peel aan. En daar hebben we nogal een moerige grond met een slip, maar ook zand in de ondergrond. En het voordeel van die bever is, die gaat graven, die zand naar buiten brengt. Dat je op een gegeven moment het zand dus heel mooi ziet. En je ziet dus ook echt gewoon de gangenstelsels die graaft in een beekbodem. Om maar door het water te kunnen gaan en niet over het droge te hoeven lopen. Want dat probeert hij zoveel mogelijk te vermijden. Dus ze zijn heel actief. En als je dan op een gegeven moment langs zo'n kade, of over zo'n kade wandelt en je kijkt in je beeksysteem, dan zie je eigenlijk op allerlei plekken de gangenstelseltjes, want hij maakt echt naar zijn hol kanaaltjes op de beekbodem, vooral als de beek niet zo diep is, waarbij die zich eigenlijk wel verklapt.
Maar goed, het waren dus wel 9 holen op 800 meter. Wij hebben in Brabant hebben een beverprotocol, dus de tweede editie. De eerste was van 2013, maar bij het nieuwe faunabeheerplan hebben we meteen gebruik gemaakt om de nieuwe inzichten en kennis die er opgedaan was, om die te verwerken, zodat we ja, praktisch en snel aan de gang kunnen. En op zich met de faunabeheereenheid Noord-Brabant kunnen wij goed uit de voeten en hebben we ook vaak ja, binnen 24 uur, maar vaak binnen een paar uur de machtiging al op zak om aan de gang te gaan. Voorwaarde is dan wel dat we conform de stappenplan uit het beverprotocol werken. Nou, dat hebben we dus ook gedaan met die holen. We zijn dus die holen dicht gaan zetten. We moeten eerst wel aantonen dat er geen bever op dat moment actief is. Dat doen we of met cameravallen of veelal toch gewoon met willigenstokken voor de ingang zetten. En als die een dag erop niet doorgeknaagd zijn, dan is dat voor ons een aandacht, of een, ja, in ieder geval de situatie dat die op dat moment niet bewoond is. En dan graven we hem gewoon voor de voet vrij naar het einde van de gang en dan zetten we hem vervolgens dicht. Nou, hier zie je er een voorbeeldje van. Nou ja, hier hadden we ongeveer 1000 euro per hol nodig. Het was vrij eenvoudig, niet zo'n hele grote kade om ze dicht te zetten. Het waren ook geen complete burchten, maar vooral pijpen, dus dat scheelt nogal. Alleen op een gegeven moment kwamen we wel achter van ja, hoe gaan we hier nou mee verder? Want het is een overige kering, het achterliggende landbouwgebied willen we eigenlijk wel beschermen. Dus we zijn ook met de zoodierverenigingen gaan kijken, ja, wat is nu eigenlijk een oplossing dat we hier dadelijk iedere week of iedere maand terug moeten om die holen dicht te gaan zetten. En op deze plek is ervoor gekozen om gaas in de kering aan te brengen. Dus niet op de kering, want daar waren de medewerkers niet zo'n voorstander van. Met name omdat ze daar ook die oever regelmatig moeten maaien van die beek. En daarmee mogelijk met de korf steeds de gaas kapot trekken of wegtrekken en daarmee weer risico vormen dat die bever alsnog erin kan graven. Dus ze hebben gegalvaniseerd gaas aangebracht, 40 centimeter onder de bodem. Ziet er zo uit. Het zijn matten van 3 bij 2 meter. De opening is 10 bij 10 centimeter en 6 millimeter dik. Maar het advies was wel aan de overzijde, dus dit is de kering, maar deze zijde, om daar in ieder geval wel een flauteluut aan te brengen. Want dit is een toegangspad naar het kanaal wat hier achter loopt. Wordt veel gebruikt door landbouwverkeer, maar ook de recreanten. En we wilden voorkomen, want in die kade zat, of in die oever zat nog totaal geen enkel hol, dat die zich ging verplaatsen naar de overzijde. Ervaring leert vanuit de zoodiervereniging dat flauwe oevers niet aantrekkelijk zijn voor bevers om in te graven. Dus daarvoor hebben we gekozen om daar gewoon een flauwe oever aan te trekken. Bij de weg hebben we nog een extra toegevoegd is deels omdat we hem niet heel erg flauw konden trekken, hebben we daar ook nog ja, steenbestorting aangebracht om het graven nog minder aantrekkelijk te maken en de weg te beschermen. Maar ja, al met al zijn er toch behoorlijke kosten. Kom je bijna tot 50.000 euro voor 880 meter lengte met een totaal ja, van 55 euro per meter wat je dus moet investeren. En de vragen die ik dan daar ook bij heb van ja, vanuit veiligheid voor je machines. Ja, we merken al, we zijn er zelf ingezakt. We hebben ook alweer inmiddels een aannemer die met de machine gezakt is in een hol. Op dit moment zakken ze gelukkig nog gewoon recht naar beneden. Maar ja, we hebben net al een plaatje gezien dat er een cabine in het water terechtkomt. Maar ik denk dat we dat niet willen hebben. Los van het feit dat uiteindelijk eigenlijk het beverhol ook nog beschermd is. Dus je mag het formeel niet eens verstoren. Dus hoe krijg je nou eigenlijk die holen in beeld? Dat is wel een vraag ja, waar ik mee worstel. Nou ja, het zijn ook best wel dure preventieve maatregelen. Zijn er nog alternatieven? En zijn er ervaringen bekend? Want daar ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. En ook ervaringen in de kosten. We weten natuurlijk vanuit Duitsland is er al de nodige ervaring. Ook met beverweer het gaas. Maar ja, ook daar gaat allerlei best wel behoorlijk in de kosten zitten. En kijk, als je een dijkversterking moet doen, dan kun je het natuurlijk meenemen. Maar ja, gewoon ergens waar je tegen zo'n graverij aanloopt, als je overal kilometers in de gaas moet gaan zetten, is dat nou de oplossing? Ik weet het ook niet. Maar nou, er zijn een aantal dilemma's waar wij mee worstelen en waar ik graag met jullie in discussie ga.